Een hele goede dag, welkom bij de nieuwe lange termijn video, oftewel wat kunnen we verwachten op Q1 en Q2 2022. Zoals jullie al weten, kijken we al enige tijd toch naar een kleine pullback. Natuurlijk wil door middel van ups en downs, alleen de grote vraag is: is dit scenario nog geldig? We gaan vandaag meerdere scenario's, of naar nou meerdere, we gaan eigenlijk twee soorten scenario's, niet, twee soorten scenario's in kaart brengen. Um, om te kijken wanneer welk level ingaat. En wanneer welk scenario ingaat. Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar, uh, ja, waar we op hopen, waar we op kunnen handelen. En ja, wat we daarmee kunnen gaan doen. Natuurlijk is deze video niet bedoeld financieel advies. Um, deze video is ook echt alleen bedoeld voor het grote tijdframe. Dus he, op het basis van daily, weekly, misschien zelfs monthly. En dat betekent dus ook. Dat je deze video gewoon in mijn lange termijn video playlist kan terugkijken. Wanneer je weer even denkt. Van, oh, hoe zat het ook alweer. Bekijk gewoon even de video opnieuw. Um, voordat je bijvoorbeeld een vraag stelt of een comment van: hey, houdt het zich nog aan zijn plan. Um, ik zou zeggen, deze video is gewoon echt bedoeld om ja, continu er weer op terug te kunnen vallen. En dat is het voordeel van een lange termijn video. Goed, nou ja, laten we niet langer wachten en laten we beginnen. Voordat we beginnen, moet ik het toch even gezegd hebben: natuurlijk is deze video niet bedoeld als financi financieel advies. Het is echt bedoeld voor educatieve doeleinden. Ongeveer waar ik zie dat mijn targets heen kunnen gaan. Voordat we wellicht weer verder bullish momenten vast kunnen maken of vast kunnen houden. En uh, nou ja, goed, we la laten we gewoon beginnen op de CME-chart. Want op de CME-chart, het is nu zaterdag, hebben wij al behoorlijk wat duidelijkheid gekregen. En de duidelijkheid is namelijk dat wij op de weekly hebben wij een nieuwe log gemaakt en um, dat zou dus betekenen dat je dus, he, hier die hidden bullish divergentie, die mo ja, wellicht momentum kon creëren om verder een nieuwe bull cycle in te schieten, ja, die is in mijn optiek verschoten. En wat ik daarmee wil zeggen is dat wij op basis van de weekly dus echt nog niet bullish zijn. Echt niet. Um, als je kijkt naar de weekly low op basis van de weken, ja, dat tel ik niet. Ik tel echt alleen op de bodies. En dat is natuurlijk per handelaar verschillend. Maar ik tel hem op de bodies. En dat is gewoon mijn strategie. Dus het heeft ook geen nut om dat af te branden. Maar ik weet voor mezelf dat dat werkt. Want op de bodies. Te, te, als je wanneer je op de bodies de hidden bullish divergenties of de hidden bearish divergenties telt, dan dan ja, dan dat ruis is dan niet zichtbaar en niet meegenomen in de prijsactie. Om zo maar even te zeggen. Goed. Um, om weer even een kleine opheldering te geven waar we naar kijken, Ik haal even de andere zij weg. Om gewoon een simpel beeld te creëren waar we naar keken. En dat is natuurlijk gewoon terug te zien in alle andere video's. Is dat we keken naar deze ABC op deze manier. Um, die ABC die kunnen we op twee manieren doen. Um, en, en we hebben sowieso te maken met een expanded flat of een regular flat. Een regular flat die kan liggen op de 100%. Een normale. Andere regular flat, sorry, die kan hier ook liggen. Deze moet trouwens even blauw worden. Dus zo hebben we twee blauw boxen. Een expanded flat die kan zelfs liggen. Ja, daar praten we niet eens over. Maar goed, zoals jullie weten in mijn vorige video's kijk ik naar deze twee areas als W4 zijn. Trouwens, de 168 is ook veel te diep hoor. Als W4 zijn, maar deze twee areas kijk ik dan ook als Wc. Um, mijn voorkeur ging uit naar deze. En dat was als wij hier. En dan uh, switch ik hem wel even naar mijn andere chart. Dat was dit gedeelte. Dit was mijn main plan. En uh, het zou het meest logisch zijn, het meest legit zijn, aangezien de structuren uh, ja, hier toch wat naar waren, om zo maar even te zeggen. En dan bedoel ik mee. Uh, ja, je hebt hier dan wellicht je A, je B en dan heb je hier 1, 2, 3, 4, 5 of iets dergelijks. Alleen nu, misschien, dat je 4, is dit je 5, en heb je hier zo. Omdat dit een impuls is, wat ik hier ongeveer zie op deze manier, zo een impuls, um, kan het dus ook een impuls worden naar beneden. Dat betekent dat dit plan wat we nu hebben, um, wellicht uitgeschakeld kan gaan worden. Kijk, we zitten nu, als we wel hier de ruis mogen meerekenen, mee en dat, dan moeten we ook even kijken naar de CME. Die hebben daar geen ruis, snap je? Dus die dump, die grote dump hier, hebben we hier geen ruis. Maar als we naar deze grafiek gaan, hebben we hier wel ruis. Dus de vraag is, van waar gaan we hem tellen? Dat is dus even een lastig dingetje waar we mee zitten. Nou, al met al, als ik dan even snel door de exchange scroll, zie je dat deze exchange dus, uh, en dat is Bitstamp, als we die dan aanhouden, als we die Wig Low gaan pakken, en we tellen hem zo, dan zou die nog zelfs tot 39.600 kunnen zakken. Dan heb je die 1,272. Uh, switch ik weer even terug naar deze chart. Dus stel je voor, deze dan uh, op die 42.200. Die zit hier. Als je wil dat dit een WF2 zijn op deze manier gaat maken. Uh, dat, dat zou nog kunnen. Dat kan dus tot en met. Nou ja, waar we nu zitten, tot 39.600. Dat zou dus op die manier kunnen. Tot die tijd geldt gewoon nog steeds dat je wellicht dit kan gaan doen. Dus dit plan, en dan zoom ik hem er even helemaal uit, want het is het hoge een plan. Daar hebben we dan heel tijd over. Ik kijk nog steeds naar. Alleen het duurt allemaal een stuk langer. Dat betekent ook dat deze hele diagno waarschijnlijk nog meer uitgerekt gaat worden. Op deze manier. Even kijken, deze moeten we ook even. Eventjes... Die gaan we gewoon zo zetten. Dan hebben we gelijk een trendlijn op basis van die 3. Die 3 wordt dan de trendlijn. Zo. En dan hebben we die diagonal waar we dan naar kijken. Hoe ik er nu naar kijk. Dus um, um, zolang wij letterlijk um, boven die 39.600 zijn, die 1, 2, 3, 6. Verwacht ik dat we nog een keer up kunnen gaan. Um, misschien niet meer naar de 60.000. Want als we uitgaan van deze ABC. Um, kunnen we hier wellicht zo, zo, zo. Kunnen wij een target gaan hanteren van 53.100 tot en met 57.000? Dus je ziet al wel dat de blauwbox, omdat we nu zo diep zijn gevallen, al een ietsje lager komt te liggen waarschijnlijk. Nou, als we dan ook even de VIP-level van high naar low gaan tekenen, nou, zie je ook dat die 0.5 VIP ook een beetje in die zone komt en de 0.382 ook. Dus al met al, de blauwe boog blijft wel staan, maar is voor nu groter. Dus um, verwacht ik sowieso dat we naar, weer naar de 60 kunnen gaan. Ik wil hem toch iets meer aanscherpen naar 57.000 à ah, 53.000 als, als weef 2 zijn. Op deze manier. Dus dat betekent wel dat we, we eerdaags gewoon snel een rally omhoog gaan krijgen om deze push af te maken ja deze push omdat push met deze push deze pump omhoog zal in mijn optiek wel heel scherp zijn agressief bullish omdat het een WFC is en die WFC um, dat is altijd met heel veel volume heel veel kracht heel veel power waarom um, omdat je kan het zien als een beertrap. En wij, we, hadden het ook, uh, ja, we hadden het ook van tevoren waargenomen: Van hé, hey, um, wellicht heb je hier iets van een triangle of iets dergelijks. Nou, wat er dan gaat gebeuren waar we het over hadden: ga je het naar beneden uitbreken, de liquiditeit behalen, beertrap push hem hoog. Heel veel mensen die zijn nu short gegaan op deze uitbraak hieronder rond uh, de 45.200. Dat wil zeggen, wanneer wij in één keer met een flinke volume pump omhoog knallen. Dat er een reeds stoplossers afgaan, liquidaties gaan afgaan. Um, en, en dat geeft de drijf verder omhoog en dat zal de kracht geven van deze WFC. De WFC is altijd gedesigned om eigenlijk he, weer liquiditeit op te halen um, uh, voor weer een verdere drop of push natuurlijk. Afhankelijk van de structuren en de telling. Maar dat betekent dus ook, he, zoals we hier die A hebben, dat deze zone hier, dat dat een liquiditeitszone is. Dus we hebben nu liquiditeit opgehaald in de onderkant. Dus nu zou we liquiditeit in de bovenkant ophalen Zou meer logisch zijn dan wanneer we straight naar beneden gaan. Goed, ook als we kijken, en dat vind ik gewoon een hele belangrijke indicator. Veer en greed index, Bitcoin. En we kijken nu naar de veer en greed index op Bitcoin. Zie je dat we al een aantal weken super laag zijn. Als we nu op een jaar zetten. Zie je dat we eigenlijk zo laag zitten als 24 mei, zo laag zitten als ja, 31 mei en zo laag zitten als 21 juli? En eigenlijk is dat 10, dat is voor mij een bodemsignaal. En waar zitten wij vandaag op 10? Dus um, ik heb ook vandaag in het Discord-kanaal aangegeven dat dit wellicht de ultieme bodem zou kunnen zijn. Um, maar goed, dan gaan we naar hè, 24 mei. Um, dat, was, nou ja, dat was hier deze bodem. Dan hadden we hier in, in juli hadden we nog 2 juli was het. Even kijken wanneer was dat. Even kijken, let me even spieken. 22 juli. Nou, kijk hier. hier Dit gedeelte was ook een bodemsignaal. Ook een uitbraak van de ferring Toen stond hij op 10 en nu eigenlijk weer. Dus persoonlijk nog steeds blijft mijn main plan hetzelfde. En dat is deze set. En dat betekent dus ook dat we dus nog steeds een ABC-beweging gaan maken. En uitgezoomd nog steeds een langere periode gaan afkoelen. Dat betekent wel dat ik voor Q1 wellicht, uh, ja, mid-februari, dat we gewoon weer rond die 56.000 kunnen zijn. Al kijken we naar Q2, dan, uh, begin Q2, dan verwacht ik eigenlijk dat we ja, vanaf half februari tot half maart, dus een maand lang, weer een correctie gaan krijgen: een nieuwe loos. En dat is een correctie van 57.000 à 56.000 naar 34.000 tot 33.000. En dat is een flinke push ja, die pijn gaat doen. En die je gaat voelen. En dat is ook de grootste in mijn optiek. Dan vervolgens zullen we wat rentje een kleine W4 maken. Een klein push omhoog en daarna nog één bodemsignaal. Misschien zelfs even liquiditeit ophalen in deze onderste blauwe box. Want hè, zoals we net al zeiden. Even de los uitschakelen. Nou, als hier staat natuurlijk sterk support, hier. Maar er staat ook heel veel uh, liquiditeits-slash stoplossers. Um, dus het zou me niet verbazen dat we even een weekje naar beneden gaan krijgen en dan up gaan. En nou, dan kom je toch ook wel rond die 22.000 waar wij het dus net over hebben gehad als we naar deze grafiek gaan. En dat is dus hetzelfde, dat is dan deze tweede blauwe box. Oké, okay, dat was scenario 1. Dat we, hè, dat we die, die, die ending diagonal zouden gaan maken. Scenario 2 is dat wij in een impuls zitten. Wat wil dat zeggen? Een impuls is gewoon heel agressief, kort, krachtig. Zouden we vanaf hier flinke klap kunnen krijgen, recht naar beneden. Zonder eigenlijk gewoon eerst even liquiditeit op te halen. Rustig gaan, weer down. Weer een beetje hunten. Een beetje op die manier zoals we hem nu hebben als main plan. De impuls is namelijk ja, kort gezegd gewoon dit. ABC gigantisch naar beneden en wat we nu hebben is namelijk een lead. dit is een ending diagonal. Theoretisch gezien is dit een ending diagonal, WFC ending diagonal. Sommigen noemen het een falling wedge, ik noem het een Elliott Termen ter, ter ending diagonal. Nou, als we dan naar deze gaan en we hebben het over een impuls, dan praat je eigenlijk over een hele agressieve impuls pulsieve beweging naar beneden. En als ik dan ook tel, dan zou dit mijn 1 zijn. Dit zou mijn 2 zijn. En dan zouden we nu in onze 3 zitten. Die dus heel agressief zou kunnen zijn. 4, 5. Nou goed, dan heb je hier dus je 1. Dit is je 2. Dan komt die... Even kijken, moeten we deze wel eventjes goed doen waarschijnlijk. Want dit is een ABC. Ja, daar ga je al. Daar ga je al, want je zit gewoon met die telling. Die niet lekker uitkomt. Ik ga ik ga even opnieuw tellen. 1, 2, 3, 4. Ja, ik vind dit nog steeds gewoon een wave 1 hier. Dus dan ga je van hier. 1, 2. Alleen het nadeel is: deze 2 is veel minder hoog dan bij deze. Dus ik ga hem heel even niet op de chimie doen. Maar ik ga hem hier doen. Um, halen we die even weg. Die weg, die weg, die weg, die weg. Zo, kunnen we weer verder, maar nou, waar we gebleven waren. Goed, dan hebben we het over de impuls. Dus dan heb je, en deze 1 die klopt niet, in mijn optiek. Die 1 moet hier. Die 2 moet hier. Um, waarom? Uh, laat me nog heel even checken op de lagere tijdframes. Want ik zie hier dus een 1, een 2. Ja, dit zou trouwens een 3 kunnen zijn. ABC, dit is 4, dit is 5. Al oh, wellicht zou dit de 1 kunnen zijn. Dan is dit je hele kleine 2. En zit je dan nu in de 3. Dan zouden we wellicht wel uit kunnen komen. Dan heb je hier je 1, dit is je 2. Ja, kijk. Dan komt deze wave 3. Die komt dus uit op 32.000. Dus dan zullen we echt gewoon een gigantisch agressieve drop naar beneden krijgen in één keer. Want dit is dan je 1, dit is je 2. Dit is een hele uitgebreide 4. Ik zit nu in je expanded wave 5. Dus dat zou echt een vrijvol kunnen veroorzaken. Als we hem op deze manier bekijken. In ieder geval, echt lagere tijdframe waar het op neerkomt. Is dat dan de 3? Kan liggen op 32.000 of 26.000. Dus die 3 die, die is dus het meest agressief. Ik ga weer even terug naar het hogere tijdframe. We hebben hem dus net uitgerekend. Die 3 is het meest agressieve. Als wij het hebben over Bitcoin. Ga ik trouwens alweer even terug naar de cimi. Zo. Dus die telling die was dat hier de 1 is. Dit is de 2. En dat je dus nu in de 3 zit. Zo. Nou goed, die 3 is dus heel agressief. En dat zou dus 1, 2, 3, 4, 5 zou op deze manier misschien dan kunnen gaan. Als we het hebben over een agressieve, impulsieve beweging naar beneden. Heb ik hem even wit gemaakt om te onderscheiden. Alleen het enige waar ik mee zit in dit verhaal. Dit kan. Dit is logisch. Um, als dit gebeurt. Het is heel pijnlijk. Maar ga dan niet in paniek verkopen. Um, want je ziet hem niet aankomen. Hij komt heel hard. Of je moet gaan werken met stoplossers. Maar je moet niet handmatig gaan verkopen. Want de markt is zo gedreven. Als je handmatig gaat verkopen. Dat je sowieso aan de verkeerde kant zit. Maar zoals ik net al zei. Dit is een setup die gewoon kan. Dit is het tweede scenario. En die hadden we ook vorige keer ook besproken. Uh, maar zolang Bitcoin boven die 39.600, oftewel die 1272 is, zou dit, uh, ja, is dit niet mogelijk. Dus laat ik het zo zeggen: die 39.600 is een key support voor een verdere drop naar de 32.000, of misschien zelfs 30.000 in eerste instantie. En dit is echt gebaseerd op een telling. Op Fibonacci levels. En, en dan kan je zeggen of het klopt of niet, maar het is echt een theorie. En in mijn optiek werkt deze theorie. Ik heb er namelijk zelf gewoon genoeg succes op behaald. Um, succes, uh, ja, su genoeg succesvolle trades op kunnen maken. Um, en dus, dus ja, om het af te branden, heb ik helemaal geen nut. Want sommige mensen branden het gewoon af. Het slaat helemaal nergens op. Laat iedereen lekker zijn eigen manier van charten doen. Maar dit is gewoon hoe ik hier naar kijk. En um, um, de elliott theorie in mijn optiek geeft gewoon een realistisch beeld. He, want we, ga, we gaven dit al heel lang aan. En, 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 en ja, het is gewoon lastig op het moment dat je bij 65k zit, is ook zo. Is ook zo. Om um, um, toch te zeggen, oké, okay, we moeten wel boven die, uh, nou ja, dit, dit level was heel belangrijk. Die 46.000, we moeten boven die 46.000 blijven, want dan maken we het nog. Een hogere bodem is nog ja, mogelijk. Alleen het is wel heel lastig op het moment dat je de low verliest, dat, ja, dat je dan eigenlijk gewoon echt een trendswitch hebt. Voor velen. Maar hier is, hem wel, hier is het gewoon heel duidelijk. Want op het moment dat deze low, nou ja, dat is nu al gebeurd hè, op de CME Weekly, is hij al gebroken, ook op bepaalde FIP-levels is hij al gebroken. Dus in mijn optiek hebben we al op het wekelijks tijdframe hebben we al een nieuwe low. Dus in mijn optiek zitten we sowieso nu al in een downtrend. En dat zaten we natuurlijk al. We zaten hier al in een downtrend. Sinds jij op de daily een lower high hier hebt gemaakt. Dus jij hebt hier een bounce. Je maakt hier een lower high. Bounce, lower high. Dat, dat is het signaal dat je al in een downtrend zit. En um, ja, dat, dat is toch iets wat ik even van meegeef. Even tussendoor trouwens. Buiten de scenario's om. Maar dat betekent wel dat dit beursscenario scenario. Ja, dat het wellicht... Heel agressief kan zijn. Ga het er dus niet in paniek verkopen. Als, wanneer dit gebeurt, zie het maar zo: wanneer dit gebeurt, zijn we heel snel beneden, maar dat betekent ook dat we heel snel weer herstellen. Dus wij zijn ook weer sneller boven. Um, wanneer wij namelijk uitgaan van scenario 2, um, en dat is, of scenario 1 ons meest scenario, dit scenario, ja, dan word je eigenlijk met je emotie word je de hele tijd getrapt. En wat ik daarmee wil zeggen is dat jij, hè, dan heb je dus zero. En dan, dan, dan heb je hier bodem en heb je hier bodem. En dan oh, we gaan weer boeilis. En dan heb je een nieuwe high. Hè? Een super boeil en we gaan weer naar de moon. En dan kijk je op het wekelijks tijdframe. En dan heb je eigenlijk op het wekelijks tijdframe gewoon een lower high, en dan klap je zo weer naar beneden. Dus daarom gaat mijn voorkeur uit naar dit. Waarom? Dit is mijn scenario 1. Dus hè, niet dit is mijn scenario 2. Dit is mijn main scenario. Nog steeds. Daar blijf ik bij, dat zeg ik al echt al een paar maanden. En dit is in mijn optiek het meest logisch. Waarom? Fair and greed op zijn bodem. 10. We zitten hier op. op, op. Ik, had, ik had een artikel op Twitter of een artikel. Ik had hier een indicator voor Een bodemindicator. En dat betekent niet dat dat de bodem was, maar wel een bodem. En je ziet ook dat we nu in de groene zone zitten. En ik weet helemaal niet wat het zegt. Maar rond die bodems zaten wij hier in die groene zone. En als ik dan ook weer even kijk naar de chart. En de Vering Green Index. En de tellingen, um, zou ik het nog steeds gewoon logisch vinden. Dat wij alsnog gewoon van half januari tot en met half februari gewoon een flinke run kunnen krijgen. Maar ik ben bearish zolang bitcoin. Ik had hem eerst op 65.000. En dat is eigenlijk ook nog technisch gezien zo. Maar voor mij is nu al 62.000 een key level. Dus tussen de 62.000 en de 65.000 is het alweer oké. Okay, je kan eens uitpakken. Maar tot die tijd ja, verwacht ik gewoon dat je weer een lagere top gaat zetten. Want je hebt al op de wekelijks tijdframe een lagere bodem. Dus nu ga je op de wekelijks tijdframe zoeken naar een lagere top. En dat verwacht ik in deze blauwe box. Dus het gaat er op korte termijn gaat het wel weer positief uitzien. Als ik kijk naar alle indicatoren eromheen. Naar de tellingen. Alleen wees wel bereid en op je hoede. Dat we wel nog even een langere weg te gaan hebben. We twee uh, periodes, hè, Q1 en Q2. Dat we langzaam maar vooral met trappies, ja, een, een emotioneel uh, gevangen gevoel zitten. Van oké, okay, we gaan nu bullish worden en dan weer bullies. En dan weer bullish, dan weer bullies. Dus dat is wel iets waar je op je hoede voor moet zijn. Laat je niet gek maken. Um, en nogmaals, ik zei het al eerder. Als je het even niet meer weet, kijk gewoon deze video terug. En dan weten we het plan. Op het moment dat we bij die blauwe box zijn aangekomen... zal ik weer een nieuwe lange termijn video maken. Maar voor nu is dit voor vandaag, denk ik, genoeg info. Weten jullie weer hoe ik naar mijn lange termijn visie kijk? Hoe ik er naar kijk? Um, en natuurlijk, de meest Bears case... direct naar beneden kan ook. Um, dat zie ik gebeuren wanneer die dus 39.600 ja, valt. Want dan zitten we dus nu in een 1, 2, 3, 4, 5... 3 van de 3 in de 3... <laughs> En dat is dus uh, ja, heel erg beurs. Dat zou wel tegen alle indicatoren ingaan. En dan heb ik het over de Verengrit-index uh, natuurlijk. Ook oh, deze bodemsignaal die we hier op Twitter ergens hebben. Kijk, ik, ik gebruik dit soort dingen nooit. Dat weten jullie zelf ook wel. Maar ik probeer nu even voor, voor de kijkers ook vooral meer houvast te creëren. Van oké, okay, wellicht is dit dus een bodem. Raak alsjeblieft niet in de paniek. Um, raak pas in paniek als we 39.600 echt verliezen. Of een daily close. Um, uh, ...onder 41.000 zien. Dat, dat, dat is ook al iets. Goed, wat ik dus net wel aangaf... Um, ...waar ik wel echt van baal... ...is dat wij geen divergentie meer hebben op daily. En zowel op de CME als op de normale chart als op de eurochart... ...nergens is meer een divergentie. Dus, um, ik durf niet te roepen... En dat wil ik echt benadrukken, ik durf niet te roepen op de lage tijdframes dat hier de bodem gezet is. Natuurlijk um, zou het een lange termijn video, ik, ik zou hier ook het liefst naar kijken, hè, dus, hè, op de echt lagere tijdframe hier de inverse head shoulders. Zo hadden we hem uitgetekend in Discord dat we van de 4 verder up gaan. Um, maar ik durf niet met zekerheid te roepen dat dit de bodem is. Want misschien gaan we eerst wel weer omhoog naar 44.500, dan nog één keer naar beneden, dan een bullish divergentie en dan up. Dat zou namelijk ook kunnen. Zolang we maar boven die 39.600 zijn. Goed. Ik hoop dat jullie hier weer wat aan hebben gehad. Mocht je deze video leuk en interessant vinden. Duimpjes omhoog. Word dit. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. En tot snel. Hoi hoi.